Goedendag, beste kijkers. Ik ben Karel van Wolferen, redacteur van Gezond Verstand. En ik heb als gast voor een tweede aflevering van Conversaties met Gezond Verstand mijn collega, concurrent zou je kunnen zeggen, collega, redacteur van de andere krant en ook voornaamgenoot. Wij heten allebei Karel. En van de Karels moet je het hebben. Ja. Ja, wat dat concurrent betreft, ik merk dat heel veel kijkers en lezers het erg op prijs stellen dat wij gewoon met elkaar samenwerken, met elkaar praten en elkaar niet alles proberen kapot te maken, want daar hebben mensen wel een beetje genoeg van. Nee, ja, precies. Ja. Nee, het idee is vandaag opnieuw weer om eens te kijken, het is midzomer. En om te kijken van wat is het allerbelangrijkste wat er op dit moment in de wereld aan de hand is. Mm-hmm. Want dat krijgen we niet te horen via de reguliere media. Nee. En daar zijn wij allebei voor, zowel Gezond Verstand als de andere krant. Die zijn gesticht om datgene te doen wat de reguliere media niet doen. Ja. Karel, wat is voor jou op dit moment het meest opvallende? Nou ja, de grote vraag is denk ik waar gaat het in de wereld naartoe op het gebied van oorlog. Hè? Ja. We hebben natuurlijk Oekraïne, Israël. Ik denk dat heel veel mensen bezighoudt. Sommige mensen worden er somber van, want er zijn natuurlijk heel veel bedreigingen. Ik denk dat er ook wel reden is om wat optimistischer te zijn. Ja. Misschien kan ik daar gelijk mee beginnen. Kijk, de situatie rond Israël en Iran is natuurlijk heel, spannend. Ik heb zelf het idee dat Israël is al heel lang uit op een oorlog met Iran. Dat het te laat is. In de zin dat Iran staat al lang niet meer alleen. Dat wordt hier vergeten. Worden niet alleen gesteund door Rusland, maar ook door China. Wij, het Westen, heeft door het beleid wat er is gevoerd, het eenzijdige beleid. Ik kwam een uitzending tegen van iemand op YouTube. Het is wel interessant. De Amerikanen die voeren de sancties tegen landen. En ze hebben iets van tegen 60 landen. hebben ze economische sancties uitgevaardigd, die heel verstrekkend zijn voor een heleboel van die landen. En de wereld heeft daar onderhand genoeg van. En wij hebben natuurlijk, nogmaals, het Westen heeft Rusland en China in elkaars armen gedreven. Ja, ik zie niet in hoe je dat nog, deze tegenkrachten kunt verslaan of overwinnen. Ja. Tenzij je dus alles overboord gooit en een totale oorlog. Ja. Ik deel je gematigde optimisme over wat er in West-Azië gebeurt, met Israël, als de lont in het kruidvat van een derde wereldoorlog. Waarbij dan misschien ook een nucleaire botsing gaat plaatsvinden. En dat is omdat het is duidelijk geworden dat het defensieverbond tussen Rusland en Iran is nu zo hecht dat Shoigu, de belangrijkste figuur op dit gebied in Rusland, die is regelmatig in Teheran om ervoor te zorgen dat per ongeluk niets zal gebeuren wat helemaal uit de hand gaat lopen. Mm. En het gaat natuurlijk om, men verwacht een reactie van een bepaalde soort op die moord op de onderhandelaar van Hamas die op bezoek was in Teheran, dus op Iraans grondgebied, op bezoek bij de nieuwe machthebber, de nieuwe baas in Iran. En het werkelijk van heel korte afstand een bomaanslag. Het is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. En het is een
een poging tot een provocatie die vraagt om een antwoord. Ja. Maar ik denk dat dat op dit moment behoorlijk onder controle wordt gehouden. En dan is de vraag of de VS wordt meegesleurd. Dat is wel een essentieel onderdeel van het verhaal natuurlijk. Nou ja, kijk, wij krijgen zowel gezond verstand als de andere kant. Hè. Wij zijn kritisch op Israël. Daar krijgen we ook veel kritiek op weer hè, van mensen die verdedigen Israël. Ik denk dat als je het belangrijk vindt, hè, het lot van Israël en mensen daar, dan moet je toch onderhand ook inzien dat wat ze nu aan het doen zijn, dat een zelfmoord is. Ja. Deze regering, het is, ik, wat ik ook moeilijk te begrijpen vind van mensen die hier toch nog achteraan lopen. Ja. Hè, in ieder ander land zouden deze mensen ja, worden aangemerkt als extreem rechts, fascistisch, noem maar op. Iedere morele maatstaf hebben ze losgelaten. Ja. Er worden scholen gebombardeerd, marteling. Er is net weer een rapport uit van een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Die laat zien dus dat er systematisch wordt gemarteld. Er zijn een paar mensen, een paar Israëlische soldaten zijn daarvoor gearresteerd laatst. Nou, Door verkrachting van Palestijnen. Voor verkrachting. En die worden dus weer vrijgelaten. En een Israëlische minister heeft net gezegd van nou, we moeten die mensen in Gaza gewoon de hongerdood laten sterven. Dat is de beste oplossing. Of de internationale gemeenschap daar dat zal accepteren, dat was nog wel even een vraagteken. Maar ik bedoel... Het is eigenlijk te moeilijk om met ons voorstellingsvermogen om het bij te houden. En emotioneel is het eigenlijk onmogelijk om bij te houden. Ja, ja. En ik denk dan ook aan wat artsen die recentelijk er zijn geweest, neutrale waarnemers, die zeggen dat al die baby's en kinderen die ze doodvonden met gaten in hun hoofd of in hun hart, dat zijn slachtoffers van scherpschutters die doelmatig baby's en kinderen uitmoorden. Ja, Het is iets wat waar geen woorden voor zijn. Nee. En nou ja, er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk het land verlaten. Ja. De toekomst van Israël zie ik wat dat betreft zo somber in. Ik deel dit sentiment geheel. En ik vind het ook, kijk, we krijgen misschien, afhangend van hoe dit allemaal gaat aflopen, en dat is nog altijd niet te voorspellen, maar we krijgen een nieuwe diaspora. En heel erg veel mensen van Joodse afkomst. Ik heb heel erg veel van dat soort mensen gekend in mijn leven tot nog toe. Zowel in de VS, voornamelijk in de VS, maar ook in Oost-Azië en overal. Die verafschuwden toen al wat onder met het etiket Zionisme allemaal gebeurde. Hè, wat het lot van de Palestijnen. Maar nu is het zo dat dit... die hebben dezelfde reactie als die wij hebben. Ja. En een nieuwe diaspora is ook voor deze mensen van Joodse afkomst helemaal niet goed idee. Hè. Israël heeft zich natuurlijk volledig geïsoleerd nu en alleen eigenlijk is totaal afhankelijk geworden van de Verenigde Staten. Precies. Netanyahu is nu laatst op bezoek geweest in het congres. Hij heeft 56 staande ovaties gekregen. Het was, om de minuut een staande ovatie. Ja. Dus wat dat betreft worden ze nog niet geremd. Ik weet niet wat... de Amerika, kijk, hoe kijk je aan tegen de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten? Verwarrend. Ja. Er zijn ook wel aardig wat leden van het congres weggebleven. Ja, zo'n 100 democraten en 1 republikein. Ja, die wilden niet meedoen. Nee. Wat er politiek gebeurt met het oog op de verkiezingen.
de aanslag op Trump, waar wij natuurlijk nog altijd het fijne niet van weten en waarschijnlijk ook nooit te weten komen, want de FBI gaat ons dat niet vertellen, is wel degelijk iets wat fout is gegaan. Dat is een, denk ik, dat het oorspronkelijke doel om van Trump af te komen, wat natuurlijk heel duidelijk was met zo'n Patsy, die dan het niet heeft overleefd. Dat hele verhaal, dat op allerlei manieren klopt het niet. Maar wij weten wel dat het het is gebruikt bij John F. Kennedy en Robert Kennedy, de vader van de nieuwe, ook presidentskandidaat. En het was ook, Trump is gevaarlijk voor een deel van wat het diepe staat wordt genoemd. Vooral de FBI. Denk aan de 6 januari frauduleuze aanklachten enzovoort. Mm-hmm. En het kan nog heel veel kan gebeuren tussen nu en die verkiezingen. Ja. Het is ook gevaarlijk voor Trump om in publiek te verschijnen. Toch zijn er mensen die ook twijfelen aan Trump. Er zijn mensen die zien in Trump soort de verlosser. Die gaat alles veranderen. Hij heeft natuurlijk een vicepresidentskandidaat nu aangesteld, hè, J.D. Vance. Nou, daar is heel veel over te zeggen. Ze hebben wel een soort van andere visie op Amerika. Ja. Hè, een veel nationalistischer. Patriotistischer. Ja. Hoe je het ook wil noemen. Denk ik. Ja. Ik denk wel dat tegen massa-immigratie. Onder andere. Maar ik denk ook wel dat het een serieus verhaal is, economisch. Ja, ja. Ik denk dat het ook een enorm risicovol beleid is wat ze willen. Hè? Want waar Trump het nu over heeft, is de invoertarieven enorm verhogen. En kijk, dit is in de jaren 30 is het helemaal fout gegaan. Hè? Toen had je de Smoot-Hawley Tariff Act. Ja, ja, ja. Crisis in de Verenigde Staten, hebben ze de invoertarieven ook enorm verhoogd. Nou, daar kwam een reactie op van andere landen en de hele wereldhandel stortte in elkaar. Aan de ene kant, ik snap wel dat je zegt van ja, je wil je eigen industrie beschermen. En vooral een land wat in opkomst is, kan daar misschien best wel eens verstandig aan doen. Maar omdat nu, zeg maar, keihard te doen in de hoop dat dan je eigen industrie weer wordt opgebouwd, terwijl je zo afhankelijk bent ook van de wereldhandel, ja, het kan ook wel een enorme economische gevolg hebben. De vraag is wie Trump om zich, als die gekozen wordt, en die kans die bestaat zeker, maar er kan nogmaals een heleboel fout gaan voor die tijd, dan hangt het af van wie die om zich heen vergaart als adviseurs. En de eerste keer van zijn presidentschap is dat heel ernstig mislukt. Ja. Daar heeft hij wel van geleerd, denk ik. En ik denk wel dat er zit een systematiek in zijn denken. He, dat wat ik noemde patriotistisch in plaats van nationalistisch. Hij gaat niet mee met de Amerikaanse manier van dat fantastische enzovoort. De land is het beste ter wereld. Nee, hij zegt er moet geen verdunning komen van de. Dus we moeten die grens bewaken. Er mag niet iedereen zomaar binnenkomen. Dat is het beschermen van het, zeg maar, de karakter van de natie. En dat hangt wel samen ook met het terugdraaien van het verlies aan alles wat gemaakt wordt. Mm. Hè? Dus de manufacturers, Amerikaanse bedrijven zijn dingen gaan maken in China en in de rest van Oost-Azië, waardoor het Amerikaanse, zeg maar, de Amerikaanse werkkrachten natuurlijk problemen kwamen. Ja. En die zijn zijn achterban. Ja. Maar dat is wat anders dan economische oorlog gaan voeren. Oh, want ze zijn dus wel weer heel negatief over China. Dat is Trump is natuurlijk altijd al
Kijk, gezonde concurrentie, dat kun je begrijpen. Maar om China als de vijand te gaan zien. Hè, ik denk niet dat Trump dat zo erg heeft. Ja, ik weet het niet. Dat zijn wel de geluiden die Mike Pompeo is natuurlijk. Dat wordt zeker door de democraten natuurlijk heel uitgebreid. Maar die democraten doen zelf mee. Dus ze hebben een soort van hypocritische houding hier tegenover. Maar wat mij is opgevallen in de eerste keer dat hij president was. Hij voelt zich comfortabel als hij met de top Russische en de top Chinese. Hij wil behoren tot de rang. En hij kan ook goed met ze omgaan. Dat was wel gebleken. En ik denk dat dat een rol speelt. Ik zie Trump niet als een oorlogzuchtig iemand. Nee, het tegengestelde. Nou ja, ik denk dat als je het hebt over het grote probleem in de wereld, hè, dan denk ik, er is eigenlijk maar één partij die echt oorlog wil. En dat is het Westen op dit moment. Oh, hè? Absoluut. Ja. De Verenigde Staten, de NAVO en de Europa die er achteraan lopen. Kijk, wat je verder ook van China en Rusland kunt zeggen, ze zijn niet op oorlog uit. Absoluut niet. En, ze willen dat het Westen tot inkeer komt en zich gaat aansluiten bij een multipolaire wereld. Ja. Die gaat aansluiten bij wat zij bezig zijn op te bouwen. En dat is waar landen weer een eigen beslissingsbevoegdheid krijgen, die niet wordt bepaald of afgedwongen door het unipolaire systeem van het Westen. Waar natuurlijk Europa ook heel erg zwaar onder te lijden heeft. Ja, Ik weet niet of je het gezien hebt toevallig met Viktor Orbán. Hè, die heeft een lezing gegeven in Roemenië. Fantastisch. Ja, onze vrienden van GeoTrendlines hebben een vertaling gepubliceerd. Ja. Ik wil er eigenlijk een deel van in de krant hebben, ook volgende week. Heel boeiend. Hè. Ja. Hij zegt in feite. Hè, dus één ding wat hij zegt wat ik interessant is dat het grootste probleem waar de wereld vandaag voor staat is de zwakte en desintegratie van het Westen. Ja. En hij zoekt eigenlijk een soort middenweg. Ja. Hij zoekt aansluiting bij Rusland en China. Ja. Krijgt natuurlijk enorm veel tegenwerking vanuit Brussel. Hè. Krijgt een boycott van Russische olie. Ja. Tegelijkertijd, ik heb begrepen dat Meloni, de Italiaanse premier, naar Beijing is geweest en zich weer wil aansluiten bij het Belt and Road initiatief. Ja, waar Italië, van China, van China waar Italië zich uit had teruggetrokken. Ja. En dus binnen Europa zelf is ook wel het besef aan het doordringen dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Ja, Europa begint uit elkaar te vallen. Mm-hmm. En dat juich ik toe. Ik ben altijd voor een eenwording, een tot op zekere hoogte een eenwording voor Europa geweest. Maar Europa is gekaapt. En ik denk dat de EU is misschien het meest dictatoriale supranationale entiteit in de wereld geworden. En dat komt natuurlijk door wat er allemaal gebeurd is, ook in verband met NAVO, wat gekaapt is door de VS. En met heel veel andere dingen. Wat je over Orbán zegt is heel bijzonder. Wij besteden daar aardig wat aandacht aan in het volgende nummer waar ik nu mee bezig ben. En zijn initiatief om vrede te gaan bespreken. En hij is naar al die plekken gegaan, naar Rusland, naar China. En de VS heeft hij ook gesproken met Trump. Is bewonderenswaardig. Mm. En ik vind die lezing fantastisch. Ja, ja. En wat hij laat zien ook, is dat door de manier waarop dingen ontwikkeld zijn in het Westen, is de elite volledig vervreemd geraakt van de bevolking. Dus de elite
van het Westen heeft zich vervreemd van de rest van de wereld, maar ook van de eigen bevolking. En dat verband laat hij duidelijk zien. Het is een opmerkzaam. Maar het is ook wel interessant dat Hongarije zelf heeft dus blijkbaar ook al een heel beleid in werking gezet. Hè? Om zowel economisch als politiek, om vanuit de nationale soevereiniteit, hè, maar dan wel met samenwerking natuurlijk met andere landen. Daar zijn zij zich al op aan het voorbereiden. Right. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld een land als Duitsland, hè, dat zichzelf volledig ondergeschikt heeft gemaakt. Ja, en zichzelf kapot laat maken, wat voor ons natuurlijk ook heel veel gevolgen heeft. Ja. Weet je, het meest recente, en dan brengen we even Oekraïne in. Het meest recente is dat de VS heeft de intentie verklaard om raketten te gaan positioneren in Duitsland. Ja. En dat zijn, de VS loopt achter met geavanceerde raketten, hypersonisch, ja, dat hebben ze. Maar dat betekent niet dat ze geen raketten hebben en ook geen snelle raketten. En die worden, als ze in Duitsland worden geplaatst, dan is dat onmiddellijk de grootste bedreiging, de onmiddellijke bedreiging voor Moskou. Mm. En dat is iets waar Rusland zich op dit moment ernstige zorgen over maakt. En dan zegt Scholz, bedankt voor deze bescherming. Maar die bescherming. Rusland heeft duidelijk gemaakt, als jullie zo ver gaan, wij weten waar ze staan. Wij kunnen ze precies vinden. Dat geldt overigens ook voor die F-16's. Over die F-16's die Nederland naar Oekraïne stuurt. Er komt een Russische reactie op. Tot nog toe heel erg in bedwang gehouden. Tot nog toe heel erg, wat de reguliere media natuurlijk verkondigen, van agressieve Poetin. Er is absoluut geen spaander van waar. Mm. Maar het gevaar bestaat wel dat op een gegeven moment er een antwoord komt op die provocaties. Ja. Ja, dat is het INF-verdrag, hè, was het, yes, dat was precies, wat verbood de vestiging van deze middellange afstandsraketten in Europa. Ja. Dat lappen ze aan hun laars. Ik geloof dat het 2026 wordt genoemd. Ja, je hoopt dat het bluf is. 2025 zag ik. Je hoopt dat het bluf is. Hè? Want deze kunnen worden uitgerust ook met kernkoppen. Ja, het is een soort. Ik weet het niet. Ik kan me gewoon ook niet voorstellen dat dit allemaal doorgang zal vinden. En wellicht dat Trump daar nog een rol in kan spelen. Ja. Omdat hij, denk ik, hier ook niet op zit te wachten. Absoluut. Maar het is ongekend. En ook ongekend hoe makkelijk dat allemaal wordt geaccepteerd hier. De grootste demonstraties ooit zijn natuurlijk in de jaren 80 tegen de komst van dit soort raketten geweest. En ja, nu mensen lijken niet te beseffen dat we onszelf tot doelwit maken. Men is niet ingelicht. Als je ingelicht wilt worden, dan moet je het gezond verstand lezen of de andere krant. Dan krijg je een idee van wat er in de wereld aan de hand is. Ja. Maar de rest van de wereld bestaat voor de meeste Nederlanders helemaal niet eens. Dat merk je, en dat is heel anders van wat Nederland ooit in het verleden heeft betekend. Want Nederland heeft in het verleden wel degelijk een diplomatieke rol van enig belang gespeeld. Dat is volkomen weg. Ja. Ja. Maar wij weten niet wat er aan de hand is. Nee. Waar gaat het met Oekraïne naartoe, denk jij? Want, het einde nadert. Er is nu natuurlijk net een spectaculaire inval geweest.
in Koersk. Die is nu aan de hand. Ja, maar die inval, denk ik, was alweer opnieuw. Kijk, waar Zelensky mee bezig is, is aandacht trekken. Omdat die aandacht die er was op Oekraïne, die was eigenlijk helemaal weggevloeid naar aandacht voor Israël en wat Israël was aan het doen was. En Zelensky probeert weer aandacht te trekken. En dit is één voorbeeld ervan. Want verder is het vrij betekenisloos. En waar die aandacht voor nodig heeft, is een laatste iets van... Hij doet heel... Hij jubelt over de F-16's die worden geleverd. Er zijn postzegels die uitkomen met F-16's erop enzovoort. Maar dat zijn machines, dat zijn straaljagers met een technologie die een halve eeuw achterloopt. Mm-hmm. Wel natuurlijk in staat om atoombommen af te leveren. Maar het is die woorden, dat heeft Poetin ook heel duidelijk gemaakt. Voordat ze ook maar een gevaar kunnen zijn, worden ze onschadelijk gemaakt. En dat kan hij doen, makkelijk genoeg. Ja. Nou ja, kijk, dus, is dit dan een PR-stunt, hè, van wat ik ervan begrepen heb? Ik heb, als je naar de bronnen, wij volgen nu bepaalde bronnen om te kijken wat er dan gebeurt in Oekraïne. Het is wel een hele serieuze operatie geweest. Het is een hele verrassende operatie geweest. Het doel uiteindelijk, het militaire doel is volledig onduidelijk. Dus ze zijn wel vlak bij de kerncentrale van Koersk. Maar ja, ik kan me toch niet voorstellen dat ze die kerncentrale gaan opblazen of zo. Want dat lijkt me uit PR-overwegingen vanuit Oekraïne ook niet zo verstandig. Kijk, als je het hebt over de media, want kijk hoe dat dan op de NOS wordt gebracht. Hè, en dan wordt meneer De Kruijver, die wordt dan alweer aangehaald. En ja, ze laten zien wat ze kunnen en nu gaan ze dus dan zich weer terugtrekken. En de Russen krijgen een koekje van eigen deeg. Maar er zijn wel weer een paar honderd mensen omgekomen. Het kan niet worden, ze verliezen zoveel man per dag. En dat de recruteringsfunctionarissen, dat zijn ook militairen die er toezicht op houden dat ze niet de grens overgaan en dat ze niet ontvluchten. Want die mensen die ze dan te pakken kunnen krijgen, die krijgen 1 week training en dan worden ze naar het front gestuurd en naar een hoogstwaarschijnlijke dood. Ja. Want je overleeft het niet als je naar het front gaat. Het is afschuwelijk. Ja. Ze kunnen die verliezen niet aanzuiveren. Maar volgens de reguliere media die Europeanen lezen, is er nog altijd een mogelijkheid dat Oekraïne dit wint. Dat is te gek voor woorden. Ja, ja. Hoe gaat dat dan aflopen? Dat moeten we weer wachten einde van het jaar, misschien begin volgend jaar. Rusland heeft alle tijd. Ze snijden zichzelf op allerlei manieren in de vingers. Oekraïne heeft maar een paar uur per dag elektriciteit. Verder is het is een ontzettende armoede. Economisch staat het op de rand van een afgrond. Alles gaat verkeerd. En er is geen schijn van kans dat die oorlog op welke manier dan ook in ten gunste keert. Maar dat idee, dat blijft nog niet onder de militairen in de VS. Hmm. Ik denk dat daar duidelijk, de neocons, die willen nog altijd verder. Maar die willen dat natuurlijk tot stand brengen in een combinatie van acties waar ook Iran nog getroffen wordt. En die willen nog altijd een moment zien te krijgen dat unipolaire hegemonie van de VS voortgang kan vinden. Maar het is afgelopen. Het Westen is afgelopen. Te laat, ja. Dat was aan het begin ook al onze constatering. Ik heb overigens begrepen dat Zelensky en zijn vrouw een wijngaard in Toscane hebben gekocht. Hij heeft villa's overal ter wereld. Het is natuurlijk een multimiljonair die alles heeft afgeramd. En die miljarden die naar Oekraïne zijn gegaan van al die NAVO-landen. En dat heeft voornamelijk Oekraïense miljardairs opgeleverd. Want het is het meest corrupte land ter wereld. Ja. Zo, dat was het al voordat dit allemaal begon. Ja, ja. Ja. Nee, dat is dus eigenlijk een van de beste voorbeelden waar de reguliere media zo verschrikkelijk verkeerde. En
Als je kijkt even naar Nederland. Je weet, wij hadden altijd een komkommertijd. Ja, de wereld heeft die komkommertijd afgeschaft. Er is ontzettend veel aan de hand. Ja. Maar Nederland nog altijd doet alsof het komkommertijd is. Dus een nieuwe regering. Hebben we een nieuwe regering? Deze regeringsleider, die krijgt, ik heb gehoord van iemand die het gezien heeft, die erbij is geweest. Die krijgt een intensieve training om zich vooral te kunnen handhaven op tv. Ja, en niet als een halve gare over te komen. Merk je al enig verschil met de vorige regering? Ja, ja? Hij is erger. Nou ja, mag ik een klein detail noemen? Ja. Ik heb dit toevallig in mijn column ook gezegd. Maar er was nu een bericht uit van dat de acceptatie van LHBTQ, hoe die afkorting ook precies is, onder jongeren was afgenomen. Ja. Hè? Dus nou, het is natuurlijk ironisch, hè? Want al die propaganda en zo. Dus voor ons logisch dat mensen dan denken op een gegeven moment van, ik vind het wel mooi geweest. En de minister, die nieuwe minister van emancipatie en weet ik veel gezond, die zegt dan van, dat is geschrokken van de uitkomst en gaat onderzoek doen. En denk, maar we hadden toch een nieuwe regering. Waarom zit daar nou niet iemand die zegt van, kom op, hou eens even op met die flauwekul. Er is niks veranderd. Kan niet. Er is niks veranderd, maar waarom kan het niet? Er worden opdrachten uitgevoerd. Maar dat met Rutte al zo. Alleen, Rutte was handiger, want die kon het volk toch op allerlei manieren allerlei manieren bedriegen zonder dat het volk het in de gaten had. En deze premier zal daar grotere moeite mee hebben. Ja. Maar die is niet zo handig. Ja. Hoe komen we er dan uit? De boel moet een keer in elkaar donderen of zo, voordat het echt verandert? Wij houden ons bezig met verslaggeving. We moeten geen toekomst gaan voorspellen. Maar ik was ook professor en professoren doen dat altijd. Dus we kunnen het een klein beetje doen. Het moet helemaal spaak lopen. Ja, maar ik denk dat veel mensen toch daarmee bezig zijn, hè, met de toekomst. Ik bedoel, je jonge mensen beginnen met kinderen, noem maar op. Ik heb het idee dat, wij hebben natuurlijk ook vroeger wel perioden gehad van hele grote onzekerheid en recessie en noem maar op. Ik had toch altijd wel het idee dat je toch redelijk kon uitgaan van een vrij stabiele wereldorde. Ja. Ik weet niet hoe mensen dat nu ervaren. Ja, hoop steken hun kop in het zand natuurlijk. Ja, ik denk dat heel veel mensen zijn gaan beseffen, veel meer zijn gaan beseffen, dat de media dat ze voorliegen en dat de regering absoluut niet te vertrouwen valt. Ja. Dat is al heel duidelijk. De regering is niet te vertrouwen. En maar de kern van ons probleem hier is toch het voortbestaan van media die in handen zijn van oligarchen, die een onderdeel zijn van dat stelsel wat nu al 4 jaar bezig is, een machtsgreep uit te voeren. En zolang dat bestaat, zolang die oligarchie bestaat, zo in het geval van Nederland, die twee Belgische magnaten, mediamagnaten enzovoort, blijft, is alles wat jij zo mooi op de voorpagina van de andere kant hebt, de koningin van Nederland, van de EU. Die mag gewoon zeggen van, we beschermen de Europese bevolkingen tegen nepnieuws. Ja. En de nepnieuws, dat zijn verspreiders, dat zijn wij dan. Ja, ja. Ze moeten, het is het meest ongelofelijke wat er plaatsvindt, is dat de grootste leugens worden neergezet als bescherming voor de bevolking. En alles wat op welke manier dan ook niet eens zo erg afwijzend hoeft te zijn, maar de minste beetje kritiek erop, dat wordt al neergezet als nepnieuws, als gevaar, als opruiing. Ja, dus eerst moet het daar veranderen, wil het. En dat gaat niet veranderen. Nou ja, tenzij ons abonnementaantal. Je mag hopen dat de wal het schip keert op een gegeven moment. Ik bedoel, je hebt ook nog een economische crisis, misschien die eraan komt, financiële crisis. Er kan een heleboel gebeuren. Ja.
We moesten nog even hebben over J.D. Vance. Hè? Want dat, ja. Kijk, deze man, dit is natuurlijk de vicepresidentskandidaat, ja. De running mate. Ja. Iemand met wel behoorlijk veel inhoud. Hè? Ik bedoel, hij heeft wel een visie op Amerika. Ja. Tegelijkertijd blijkt hij ook te worden gefinancierd, hè, door Peter Thiel, hè, een van de grote big tech mensen die... Ik moet bekennen, ik heb een kolossale fout gemaakt. Ja, in het vorige nummer van Gezond Verstand. Ik was behoorlijk positief, want ik liet me leiden, en ik was niet de enige natuurlijk, ik liet me leiden door dat Hillbilly Elegy, dat had ik gezien. Mooie film. Dat is allemaal gefingeerd. Ja, ik zie hele veel. Kijk, misschien moeten we het even uitleggen, want je kunt het op Netflix zien. Hè? Ja. Dat is een film, Hillbilly Elegy. Dus gebaseerd op het boek wat hij geschreven heeft van J.D. Vance. En dat is gebaseerd op zijn echte leven. Op zijn ouders. Hè? Hij groeit op in een achterstandsgebied in Midden-Amerika daar. En uiteindelijk... zit er ook wel een heel sterk moreel appel in die film. Hè? De teleurgang van Amerika wordt in beeld gebracht. Die mensen zelf krijgen ook wel daar... kijk, er stond een stuk in de Volkskrant van... of ik dacht dat het de Volkskrant was... alsof hij in die film de schuld geeft aan de rest van de wereld, dat het zo slecht gaat daar. Ik vond dat helemaal niet uit die film spreken. Het was wel degelijk ook een appel, die mensen daarvan. Hè? Get your shit together, mensen. Die daar wonen, in plaats van dat jullie allemaal aan de drugs gaan en weet ik veel. Ja. Nou goed, het heeft natuurlijk een goede afloop. En hij gaat dan naar Yale uiteindelijk en hij wordt senator. Maar jij denkt dat het hele verhaal verzonnen is? Nee, die film is gebaseerd op een boek. En dat boek is verzonnen. Maar dat wil niet zeggen dat dat soort leven niet bestond in de Appalachian Mountains. Is het boek verzonnen? Maar dat verhaal wat hij vertelt in het boek is verzonnen. Is dat zo? Ja. De claim is toch dat het echt gebeurd is? Ja, natuurlijk. Maar hij heeft aardig wat metamorfoses ondergaan. Ja. En hij is onbetrouwbaar. Weet je, als je een keer een leugentje om best wil, is één ding. Maar als je echt om fundamentele dingen gaat liegen, dan ben je nooit meer betrouwbaar. Mm. En voor mij althans. En in zijn geval is dat zo. Maar Gilbert Doctorow, die kwam ook heel erg positief achter. En zo waren er meer mensen. Ja, ja. Ik denk ook mensen die misleid zijn. Maar hij heeft dus heel erg veel... te danken aan Peter Thiel. En Thiel is een van die miljardairs en een van die lieden die op een zeer intensieve manier mee hebben gedaan met ook al die andere miljardairs. Ja. Met datgene wat we de afgelopen tijd meemaken. En hij is ik heb het nu over Thiel, Peter Thiel, als oprichter en baas van Palantir en andere organisaties die met de CIA meewerken op allerlei manieren. Ja. Juist ook weer om ons in de gaten te houden, surveillance enzovoorts. Er zit Vance middenin. Ja. En ook wat betreft, hè, want daar hebben we het eerder over gehad. En dat met Trump hebben we één entiteit waar je rekening mee moet houden. Vooral vanwege zijn schoonzoon met Israël. Maar met Peter Thiel natuurlijk ook. En dan krijg je weer... zulke tegenstrijdige berichten erover. Je hebt hier geen standvastigheid. En mocht er iets gebeuren met Trump en dan wordt Vance president. Nou, ik denk dat dat echt nog erger zou zijn dan wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Hmm. Dus nee, het is wel degelijk iets om over na te denken. Ja. Ja. Ja, nee, het is ik ben het met je eens dat het zou naïef zijn om al je hoop te vestigen op Trump en Vance en dat soort mensen. Dat is heel onduidelijk. Ik denk dat
als we ons afvragen hè, van hoe zal dat eruit gaan zien. De vorige keer hadden we het over de kansen op een derde wereldoorlog. Eigenlijk hebben we het er opnieuw over. Mm-hmm. Maar jij en ik samen nu denken dat die kansen zijn eigenlijk niet tegenstaande indrukken die een heleboel mensen hebben, eigenlijk verminderd. Ja. Opnieuw weer vanwege de diplomatie van Poetin. Poetin is de belangrijkste diplomaat en architect van die twee en van die multipolaire wereld. En heel erg veel leden van die BRICS, die zijn heel erg enthousiast bezig om opnieuw weer een eigen economische koers te kiezen. En er gaat enorm veel energie van uit. En de wereld draait verder en er gebeurt verschrikkelijk veel. En al dat wat er allemaal gebeurt, blijft onzichtbaar in Nederland. En ook de officiële media, die kunnen daar geen berichtgeving over doorgeven. Ja, maar het is wel zo dat die wereld, die is heel snel aan het veranderen. En straks hebben we een wereld waarin allerlei nieuwe mogelijkheden zijn gekomen. Waar de twee derde profijt van heeft, maar de westerse landen niet. Want die zijn opgesloten in een kooi van eigen makelaar. Dus ik denk wat gezond verstand betreft, wat mijn redactie betreft, moeten we steeds opnieuw weer wijzen op die verandering in de wereld. Dat die wereld veranderd is. En wat dat ook voor ons op de lange duur betekent. Ja. Nee, ik zie dat ook zo. Dus wat we aan het begin al zeiden, dat de wereld is al veel verder dan hier wordt beseft. De wereld gaat aan ons voorbij in veel opzichten. Ja. En ja, misschien is dat eigenlijk wel goed nieuws. Ik denk het. Ja. I mean, het is tegen het Westen, dus dat is niet zomaar wat. Ik voel me ook, soms denk ik wel, het goede hemel. Het Westen gaat ten onder. Ik ben een merendeel van mijn leven ook een Atlanticist geweest. Maar dat is al lang geleden, was dat afgelopen. Maar het is niet mis. Maar ik geloof niet dat we per se ten onder gaan. Want dan doe je net alsof het zero-sum game is. Hè? Maar het feit dat andere landen in opkomst zijn of andere regio's, wil niet zeggen dat het voor ons het einde van de wereld is. Dat hangt af van het aanpassingsvermogen van die westerse landen. Ja, dat is de vraag. Ja, maar ja, dat zal op een gegeven moment wel moeten. Laten we het bijhouden. Ja. En dit wat meer doen. Ja. Karel, heel veel dank. Ja, en iedereen die hier naar kijkt, ook veel dank voor het kijken. Ik ben zeer geïnteresseerd. Als u ook ideeën heeft over een en ander, over dingen die wij onbesproken laten. Dus laat het ons weten. Dit is een nieuwe. Ja, en lees zowel Gezond Verstand als de andere kant. Ja, zeggen, dat we vullen elkaar aan en we hebben alle steun nog steeds hard nodig.